geweldige sfeer en iedereen vol goede moed voor de wedstrijd natuurlijk. Het is natuurlijk iets wat door de jaren heen is gegroeid. En mooi om te zien dat het steeds weer op een bepaalde manier uitgebouwd wordt. En ja, nu helemaal met zo'n geweldige optocht richting het stadion. Om die sfeer helemaal tot het maximale te brengen is fantastisch. Na al die jaren, ik heb nog nooit meegemaakt. De slag van Johannesburg heeft nog steeds diepe groeven op mijn ziel. Maar ik ben hier om de teen van Casillas te vergeten. En om kampioen te worden. Ik ga er gewoon nog mee een feestje van maken. Ja, helaas voor de Oostenrijkers, ja, ze gaan met 0 puntjes naar huis. Maar ja, dat weten ze nu nog niet, hè? Dus daarom zijn ze nu nog vrolijk. Ja, dan hebben ze in ieder geval met het zonnetje ook een leuke dag gehad, joh. Kan het er wat uitmaken? Nee, zo is het. Die jongens komen natuurlijk uit geweldige Alpenlanden, niks mis mee. Maar ja, zodra je het over voetbal hebt, ja, skiën zijn zij de baas. Ja, maar voetbal zijn wij de baas. Ik weet niet, ik wist niet wat ik kon verwachten eigenlijk. En ik ben uitgenodigd op deze bus. Doodziek. Echt niet normaal. Hoeveel mensen staan hier wel niet, denk je, man? Ik denk wel totaal mannetje of 40, 30, 30, 40k. Heb je de afgelopen weken nog contact met jongens als Steven Bergwijn of een Brian Brobby om hem extra supporten? Nee. Ik ben supporter. Ik geniet van afstand, zoals nu ook. Ja. Bevoorrecht dat ik hier mag zijn op de bus natuurlijk om op een andere manier mee te genieten. Nee, dus ik geniet er met volle teugen van. En ik ben onwijs trots op die gasten en sowieso op het Nederlandse elftal ook. Ik kijk altijd gewoon met heel veel trots en respect naar die spelers. En ja, ik vind het hartstikke mooi. Maar jouw outfit ligt in ieder geval niet, want is die baard al de afgelopen dagen al oranje of is het echt speciaal voor vandaag? Nee, het is wel zo dat ik heb hem gisteren oranje gespoten. En het gaat er moeilijker over als je denkt, dus ik heb er vanochtend mijn likje bij gedaan. Het wordt gewoon 4-0. Virgil gaat scoren. Ik heb het voorgevoel dat Virgil met een kopbal gaat scoren.